En dat zou ik ook, ik zou niet meer dan 5 minuten willen uitlopen. Of u moet een andere voorzitter kiezen. De heer Van Houwelingen, 1 korte vraag. Ja, heel kort, dat ik zal hem heel snel formuleren. Waar ik goed ben en snel praten. De kritische stem, hè, waar we steeds op doelen. Ook bij de vorige mensen, zoals Jeffy Sachs. De heer Beekmans kent ze wel, Dr. McArthur. Is er in zijn positie als minister, als Kamerlid was hij daar niet al te happig, maar in zijn nieuwe positie van de heer Beekmans als minister, is hij bereid om daarnaar te luisteren? Neemt hij die stemmen mee? Wat gebeurt ermee? Wel of niet op het de minister. Ik luister altijd naar kritische geluiden, maar de naam die de heer Van Houwelingen noemt, zijn niet de eerste waar ik naar luister. Dan de heer Karreman. Voorzitter, mag ik nog de minister van Buitenlandse Zaken wat vragen? Want nee, eigenlijk, behalve als een van uw eerdere vragen niet is beantwoord, dan wel, maar geen nieuwe vragen. Maar u mag wel de minister van Defensie als u wilt. Nee, we gaan geen tweede termijn doen. Excuus. Ja, gezien de tijd denk ik gewoon niet dat we dat gaan redden. Dan had ik volgens mij eerst de heer Boswijk. Ja, de heer Boswijk. Ja, ik heb een vraag. Ik heb een opmerking. Dat ging over de intimidaties die China heeft gedaan richting onze schepen. En ik hoorde de minister daarover zeggen van joh...